Hallo allemaal, ik zou jullie voor volgend jaar vooral heel veel succes willen toewensen. En voor later een job die je echt graag doet, waar dat je elke dag met plezier naartoe gaat. Want dat is uiteindelijk nog het allerbelangrijkste. Dat je opstaat en denkt, ik mag nu naar een hele toffe job gaan. Bonjour, j'espère que vous allez tous trouver votre voie tôt ou tard. Peut-être que ce ne sera pas la voie que, à laquelle vous pensez maintenant, mais vous verrez bien. Bonne chance dans la vie. Liefste zesdejaars, ik wens jullie veel moed en durf toe voor volgend jaar. Ga nieuwe uitdagingen aan, treed uit je comfortzone en wees niet bang om te falen. De mooiste zaken in het leven bereik je door je grenzen te verleggen. Dus neem dat boeiende, uitdagende project aan volgend jaar. Ga bij die nieuwe vereniging of stap op die knappe kerel of dat mooie meisje af en praat ermee. Het leven wordt zoveel rijker als je je angsten achter je laat. Dus, dat wens ik jullie toe voor volgend jaar. Geniet ervan en neem nieuwe uitdagingen aan. Ja, ze vroegen dus een boodschap. Ik heb lang getwijfeld. Moet dat nu een kleine boodschap zijn of een grote boodschap? En ik heb dus gekozen voor een grote boodschap. Voilà! 6 jaar geleden kreeg ik dit cadeau van mijn klas in het eerste jaar. We hadden een druk maar leuk jaar achter de rug. Met leerlingen waar ik toch een beetje moeten vechten heb om ze te laten plannen en te werken met een schoolagenda, want dat wouden ze echt niet. Ik hoop dat jullie in deze 6 jaar veel leerstof uiteraard hebben opgepikt, maar vooral geleerd hebben hoe jullie verder kunnen na deze school. Dat het jullie gevormd heeft als mensen en ik hoop dat je toch een beetje leren plannen hebt en merkt dat jullie dat in de toekomst misschien wel kunnen gebruiken. Ik wens jullie alle goeds. Ik heb veel leuke herinneringen aan jullie en ik hoop omgekeerd ook. Geniet van jullie leven hierna, Olva, en denk soms nog eens aan ons. Veel succes! Lieve zesdejaars, de afgelopen 6 jaar zijn een aantal van jullie wel eens bij ons langsgekomen voor een gesprek of voor een beetje goede raad. Welke weg jullie ook afgelegd hebben, we zijn trots op ieder van jullie. En het leven, dat is helaas niet altijd roze geur en maneschijn. Ieder van ons zal ongetwijfeld dus moeilijke momenten meemaken. Weet dat dan praten helpt. Succes! Succes! Beste leerlingen, vanuit de sociale willen we graag alle zesdes bedanken die in het verleden hebben bijgedragen aan deze werkgroep. Presidium, leden van de sociale en ook gewoon leerlingen die deelnamen aan solidariteitsdagen, Oxfam-verkoop, Dag van de Jeugdbeweging en noem maar op. Vanuit de sociale hopen we dat jullie ook in de toekomst sociale projecten een warm hart blijven toedragen. We wensen jullie een boeiende toekomst, waarin je geprikkeld kan raken om maatschappelijke engagementen op te nemen. Ongetwijfeld zal je daarin veel warmte voelen, net zoals je dat deed in OVA. Hallo, ik ben Nadine van de Poetsploeg. En ik ben Katharina. Voor degenen van de zesdejaars, dat is nu jullie laatste jaar in de OVA. Ik hoop dat jullie 6 mooie jaren hebben gehad, of ongeveer 6 jaren. En voor jullie toekomst, er ligt nog heel veel te wachten. En ik hoop dat jullie een hele mooie toekomst tegemoet gaan. Veel succes met jullie verder leven. Ja, en alle zesdejaars die rondgelopen hebben, nu dat je eindelijk weet een beetje hoe dat de school marcheert, gaan jullie ervan door, maar ja, nu mogen jullie wennen aan hogescholen, aan universiteiten, aan dagelijkse sleur van te gaan werken. Het gaat jullie goed, denk nog eens aan ons en al het beste. Dag! Ik wens jullie heel veel verbinding toe, want studeren kan ook wel echt heel eenzaam zijn. Zeker als je uitzoekt wie dat jouw vrienden zijn, wie dat jouw mensen zijn. En daarnaast een stukje ook heel veel kracht toe, want studeren dat kan echt je doorzettingsvermogen op de proef stellen. Dus heel veel love van Jezus 2.0. Beste zesdejaars, ik hoop dat jullie behalve het eten van krijt en het drinken van verfwater ook nog iets anders geleerd hebben bij mij. Bijvoorbeeld creatief zijn. Dat kan je gebruiken in je verder leven. Veel succes! Oké, dag beste zesdejaars. Ik wens jullie in de toekomst een hele leerrijke en toffe studentenperiode, waar je veel plezier kunt maken, waar je hopelijk nog een beetje contact kan houden met de mensen die je nu kent en hopelijk kan je ook nog heel veel nieuwe mensen leren kennen en dat je soms ook nog een keer kan terugdenken aan de tijd hier op OLVA en aan al die fantastische leerkrachten die hier rondlopen. Dag!
Hallo, het is misschien lang geleden, maar de meesten onder jullie leerden me kennen hier in een thuisklas van het eerste jaar of in de Italiaanse bergen op skireis. Wauw, jullie geraakten dus al zo ver. En Thibaut, ik vermoed dat jij het gelukkigst bent van allemaal. Jullie blikken terug op een hele fijne OVA-carrière, hopelijk toch, waar jullie vriendschappen voor het leven maakten en heel veel toffe herinneringen verzamelden. Voor de toekomst wens ik jullie alle goeds, nog meer leuks en oneindig veel liefs. De toekomst lacht jullie tegemoet, ik lach jullie toe en ik hoop dat je ook je toekomst met een grote glimlach aanvat. Ik wens jullie alle moois voor de toekomst. Dag! Bonjour, j'espère que vous allez tous trouver votre voix tôt ou tard. Peut-être que ce ne sera pas la voix à laquelle vous pensez maintenant, mais vous verrez bien. Bonne chance dans la vie. Dag jongens en meisjes. Ik wens jullie verder in jullie carrière of loopbaan veel succes. Ik zal jullie toch een beetje missen. Doei, dag.